Met het planten van een boompje op basisschool De Cocon gaf wethouder Moorman het officiële startschot voor het project Bomen voor Scholen. In dit project krijgen basisscholen van de gemeente de kans om kosteloos een boom te laten planten op een schoolplein. Voor de gemeente is groen in de stad erg belangrijk, omdat hierdoor een fijner leefgebied ontstaat. Een argument dat de directeur van basisschool De Cocon wel kan beamen. Groen is belangrijk voor De Cocon omdat wij een echte stadsschool zijn. Wij hebben een school die voorheen een stoeptegelwoestijn had als speelplaats. Nu hebben we een mooie groene speelplek met houten palen, klimrekken, zwerfkeien. De stichting Bomen voor Scholen boden aan om ook bomen op speelplaatsen te kunnen zetten. Op die manier hebben we daar mooi dit kunnen integreren. Dat de aftrap is in stadsdeel Oude Stad heeft te maken met de herstructurering van Goeseind-Hoefstraat. Met zo'n 700 nieuw te bouwen woningen de grootste in de geschiedenis van Tilburg. Het is een oude wijk met veel baksteen en beton die in de nieuwe opzet ruimer, diverser en zeker ook groener gaat worden. En De Cocon wil daar graag een bijdrage aan leveren. Kinderen krijgen biologielessen in de klas, maar het is ook belangrijk dat je de natuur zelf weet te ervaren. Vandaar dat we heel veel belang hechten aan excursies. We gaan naar de Drunense Duinen. We gaan ieder jaar ook naar de boerderijen toe met kinderen op excursie. En als je dan een speelplaats hebt waar je ook het groen hebt, waar ze straks, het is nu nog klein, die laurier, zoals het hier staat. Maar straks is dat groot genoeg en dan kunnen de kinderen er ook tussendoor spelen. Het is niet alleen voor de sier. Nee, ze moeten er ook in kunnen spelen. Ik vind de nieuwe boom heel mooi. Het staat echt mooi op het schoolplein. Veel gezelliger. Ik denk als het zomer is en hij is groot, dat we er ook onder kunnen schuilen. Eerst was het allemaal kaal en zo. En was het alleen maar witte en de grijze tegels. En door de groen op de achtergrond is het ook veel vrolijker. En het ziet ook veel leuker uit. De kinderen zien het groen wel zitten, dat is duidelijk. Met meer groen op school en in de wijk zal dit misschien wel de nieuwe groene generatie worden.